Als wij mensen vragen binnen organisaties, wat is het belangrijkste ingrediënt voor teamwork? Dan wordt heel vaak als eerste antwoord gegeven vertrouwen of veiligheid. En Stephen Covey Jr. heeft er een heel mooi boekje over geschreven, The Speed of Trust, waarin hij aangeeft dat veiligheid en vertrouwen een heel belangrijk element is voor een cultuur waarin mensen elkaar helpen en ondersteunen. En hij omschrijft ook heel mooi een proces daarin, waarin je in stappen kunt werken aan een cultuur waarin dat normaal is, waarin vertrouwen normaal is. En dat bouwt hij op als volgt in 5 cirkels, waarin je start met zelfvertrouwen, want het begint allemaal bij jezelf. Daarna relatievertrouwen, welk vertrouwen weet je op te bouwen in de relatie met andere mensen. Organisatievertrouwen, welk vertrouwen hebben we in de organisatie. Marktvertrouwen en tot slot maatschappijvertrouwen. Om te beginnen bij de eerste, want daar gaat deze video over, gaat het over zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen begint dus bij jouzelf. En het zelfvertrouwen is opgebouwd, zoals hij zegt, uit 4 kernen. En die schrijf ik even op. De 4 kernen die gaan, als eerste gaat het over integriteit. En zelfvertrouwen heeft dan te maken niet alleen met hoe zorg ik dat ik mijn doelen haal, maar ook met hoe zorg ik voor dat ik in de relatie met een ander geloofwaardig kan zijn. Het eerste element, de eerste kern is integriteit. En integriteit gaat over, volgens hem, over het handelen en kunnen handelen naar je eigen normen en waarden. Ongeacht de context waar je je in bevindt. Dus integriteit. De tweede kern waar hij het over heeft, dat is, gaat over intenties of motieven, zoals hij dat noemt. Ben je helder? Kun je helder zijn over de motieven die jij hebt? Maar heb je ook oog voor wederzijdse motieven? Dus ook oog voor de motieven van een ander? Motieven. Een derde kern gaat over, en dit is trouwens meer karakterologisch bepaald, dus hoe doe je dit als mens? En derde gaat meer over vaardigheden. Welke vakbekwaamheid, welke vaardigheden heb ik om het ook waar te kunnen maken? Hè? Een veiligheidskundige bijvoorbeeld die heel erg handelt volgens de waarde veiligheid, omdat dat belangrijk is, heel helder is over zijn motieven om de wereld veiliger te maken of een organisatie veiliger te maken. Die kan op dit vlak heel geloofwaardig zijn, maar als die niet de vaardigheden heeft om ook het waar te kunnen maken, ja, dan boet die nog in aan zelfvertrouwen op een gegeven moment. En het laatste element, de laatste kern als het gaat om zelfvertrouwen, dat heeft te maken met wat hij noemt, welk track record heb je opgebouwd? Plat Nederlands, welke resultaten heb je al geboekt? Kun je laten zien dat je effectief bent geweest en heb je zelf ook het idee dat je effectief bent geweest? Deze 4 elementen, het mooie hiervan, is, daar kun je allemaal in groeien. Op een hele concrete manier, door hele concrete acties voor jezelf te formuleren. En daar doen wij graag een duit bij in het zakje in onze ontwikkeltrajecten, in leer- en ontwikkeltrajecten. Voor nu, zelfvertrouwen. Hopelijk heeft dit je wat inzicht geboden en wat aanknopingspunten om te kunnen werken aan zelfvertrouwen en daarmee een start te maken, ook binnen een organisatie, om de cultuur te versterken van vertrouwen.